Welkom bij het Haagse TV-journaal van dinsdag 11 oktober. Vandaag in het nieuws. De Dark River wordt gecensureerd door ADO Den Haag. John Tarifa heeft internethit, maar eerst. Is Kijkduin eigenlijk nogal de Pokémon-hoofdstad van Nederland? In de beschermde duinen bij Kijkduin zijn geen Pokémon meer te vinden. Niantic, maker van Pokémon Go, heeft zoals beloofd alle virtuele beestjes weggehaald. Niet alleen de natuurliefhebbers zijn er blij mee, ook de spelers zelf. Dat vind ik heel goed. Dat is natuurlijk fantastisch dat je daar niet hoeft te komen. Ik vind het ook eigenlijk idioot dat je daar wel kwam met Pokémons. Dus ik vind het heel prima. Op het moment dat we er langs liepen, dan zag je ook echt dat de duinen echt helemaal platgestampt waren. Het was best wel extreem. Heel veel mensen, dan kom je ook heel veel ramptoeristen zeg maar, naartoe. Ja, die maken heel veel rotzooi en dat kan helemaal niet. Dat vind ik helemaal niet. Ik vind dat ook geen respect heb voor de natuur hier. Ze trappen toch wel een stukje duinen weg. Het is zo massaal hier ook. Dat ze hele hordes, die zien dan een Pokémonnetje, visueel. En dan gaan ze achteraan en dan zien ze niks meer. Dan gaan ze dwars door die duinen heen. Dus de hele hordes. Dus het is wel terecht dat ze uit de duinen worden weggehaald. De gemeente had een kort geding aangespannen, maar die is voorlopig ingetrokken. Wel moet Niantic nog zorgen voor een avondklok. Ik wil iets wel bij voorstellen dat als bijvoorbeeld tussen 11 uur en 7 uur 's ochtends gewoon geen Pokémon laat spannen. Want ik kan me niet voorstellen wie hier tot die tijd daar weer zoveel blijft zitten. Maar ik zou sowieso niet blijven tot die tijd. Het is eigenlijk een kinderspel stiekem die volwassenen een beetje gekaapt hebben. Een avondklok is misschien helemaal niet zo'n heel slecht iets. Ik vind het jammer dat het moet, maar als het nodig is, dan is het nodig blijkbaar. De Poképaal staat er nog wel steeds, maar is Kijkduin eigenlijk nog wel de Pokémon-hoofdstad van Nederland? Ik vind van wel. Want? Er wonen bij waar ik vlakbij woon, komen niet echt veel Pokémon voor die ik daar kan vangen. En die kan ik dan weer hier wel vangen. Een heleboel palen staan. Stickers van de palen. En daar komen allemaal Pokémonnetjes aan. Dus hier, met dat betreft, ik moet het herhalen, maar het is een Eldorado. Ik zit helemaal niet te wachten op heel veel drukte. Dat is helemaal niet waar ik voor kom. Ik vind het gewoon gezellig om een keer met mijn broertje Pokémon te vangen. Dat is alles. Er zitten hier een paar Pokémon die we nog niet hadden. Yay! Je hebt hem, jongen! Fuck je, eindelijk! Het is best wel rustig. Yeah. Maar er zijn nog wel mensen om Pokémons te vangen. Dat viel ons mee. En er zijn ook hele leuke Pokémons te vangen. Best een goede vangst, toch? Ja. Hoeveel nieuwe heb je gevangen? Tot nu toe denk ik wel een stuk of 15. Ja, dus zeker de moeite waard. Ga jij zondag naar ADO Den Haag? Kom dan lekker vroeg, want vooraf krijg je de muziek van Steve Sweet, a.k.a. The Dark River, te horen. We mogen een mix maken van ongeveer 10 minuten. Dat doe ik samen met Jam van de Outsiders. Want met hem doe ik het altijd. Hij is ook een grote ADO fan, dus net als mij. Dus dat gaan we samen doen. En het wordt een mix van vrolijke deuntjes. Niet te hard en niet te aanstootgevend. Niet te aanstootgevend, want gaan met die banaan, dat mag niet meer bij ADO. Sinds er aapgeluiden zijn gemaakt in het stadion. Wat ik echt bullshit vind, want ik vind het gewoon dat het moet kunnen. Het is gewoon een begrip, dan gaan met die banaan. Maar dat mag niet helaas. Als het ergens kan, dan moet het wel zijn in Den Haag natuurlijk. Ik bedoel, dat zijn de gekste supporters van heel Nederland. Maar ondanks dat zal Steve de boel flink opwarmen voor de wedstrijd tegen Ajax. We hebben bepaalde elementen in ons mix gedaan. Die natuurlijk bepaalde impulsen zullen laten ontploffen daar bij midden nood. Dus ik kan er niet veel over zeggen natuurlijk. Maar dat staat in onze mix. En daar gaan we draaien. Dus we gaan proberen om een mix te maken om ook die spelers die niet zo van de hartstikke houden, dat die ook helemaal los gaan. Dat ze in die vibe komen van we pakken ze, we gaan ze helemaal kapot maken, weet je wel. En hoe kapot? We komen achter te staan, 0-1, maar dan komen we terug en we winnen met 2-1. Bam! Een onverwacht succes voor de Haagse muzikant John Tarifa. Zijn zelfgeschreven liedje Don't Go is op internet in een week tijd 5 miljoen keer bekeken. En dat dankt hij waarschijnlijk vooral aan de Amerikaanse president Obama. I don't wanna let you go. John vroeg op Facebook of mensen zelf een filmpje bij zijn liedje wilden maken. En dan komt er ineens een heel bijzonder filmpje binnen. No, I don't wanna let you go. Dan, die video met Barack Obama ging gewoon los op internet. Dus,
ik kan het nog niet geloven, want dat had ik nooit verwacht. Dus. No, I don't wanna let you go. De video is ineens zo populair dat een optreden in het Witte Huis bij het aftreden van Obama ineens niet meer ondenkbaar is. Ja, dat zou heel gek zijn als ik daar mag de liedje optreden, want dat is de ultimate dream, zeg maar. I will miss you with the love that I have for you. De hertogin van Cambridge, beter bekend onder haar meisjesnaam Kate Middleton, heeft vandaag een bezoek aan Den Haag gebracht. De hertogin nam een kijkje in het Mauritshuis, waar topstukken zijn te zien uit de kunstcollectie van de Britse koninklijke familie. Het bezoek aan Nederland is de eerste officiële reis van de hertogin zonder haar man William. De gemeenteraad maakt haast met het zoeken van een nieuwe burgemeester. De komende weken wordt gebruikt om een profielschets op te stellen. Die moet al op 17 november klaar zijn, zodat hij dan in een gemeenteraadsvergadering kan worden vastgelegd. Ook is maandagavond afgesproken dat de vertrouwenscommissie, die de opvolger van Josias van Aartsen moet selecteren, uit 7 raadsleden gaat bestaan. In het Haga ziekenhuis kunnen patiënten met uitgezaaide long- of niercelkanker een nieuwe behandelvorm krijgen. Dankzij Nivolumab is het mogelijk dat de ziekte bij een aantal patiënten langer onder controle blijft. Nivolumab is een vorm van immunotherapie, een behandeling die het eigen afweersysteem stimuleert om de kankercellen aan te vallen. Het Haga ziekenhuis is het enige niet-academische ziekenhuis in Zuid-Holland dat Nivolumab mag voorschrijven voor beide aandoeningen. MuteSounds is dit jaar voor het eerst op de Scheveningse Pier. Zaterdag is de 10e editie van het festival voor doven en slechthorenden. We blikken alvast vooruit op de nieuwe locatie. De vrijdagavond is vooral een workshopavond. Dat is een kleine groep mensen die zich kan aanmelden, zodat zij samen onderdeel kunnen zijn van Creating MuteSounds. Dat is dat ze optredens of aankleding of iets in die richting maken, dat zaterdag dan wordt tentoongesteld. Achterin is een kinderdisco met een kindergoochelaar en allemaal dat soort verschillende dingen. En hier in het midden, hier is de grootste horecagelegenheid met meerdere terrasjes, komt er een singer-songwriter podium overdag. Je kan dus wel praten, maar je kan zelf niet horen. Dat klopt, daarom kijk ik nu ook opzij voor de tolk. Want die vertelt alles wat jij vertelt in gebarentaal. Dan kan ik kijken naar haar. Ik bericht me op dove workshopgevers. Bijvoorbeeld op de sport bootcamps buiten. Met hardlopen, leuke opdracht voor dove kinderen die samenwerken met horende kinderen. Omdat wij zoveel mogelijk verschillende elementen willen betrekken bij dit evenement, hebben we ook een groot onderdeel sport. En dat gebeurt voornamelijk buiten. Of als het heel koud is of slecht weer, dan zoeken we een overdekking. Ik ben doof geboren, vanaf mijn tweede levensjaar hersenvliesontsteking. Tot en met 17 levensjaar doof. Hier in Nederland heb ik leren lezen, schrijven, praten, gebaren. Sommige dove mensen kunnen stem moeilijk gebruiken, andere dove mensen kunnen prima gebruiken. Maar een feit is wel dat allebei doof zijn. Dus het maakt niet uit of je nou goed kan praten of niet. Je blijft doof. Je ziet ze helemaal boven op het dak aan het eind. In de rechterkant, mijn rechterkant is Pier Zuid. Dat gaan we ombouwen tot trill, vloer, sign dance, heel zware bas. Feest Walhalla voor horend, doof en slechthorend. En de rest van de pier hebben we eigenlijk opgedeeld in allemaal verschillende elementen. Voor taal, muziek, kunst, cultuur, fotografie, theater. Allemaal verschillende elementen, zodat alle leeftijden, niet alleen de jongeren en de kinderen, hier een topdag kunnen beleven, een zintuigprikkelende dag kunnen ervaren. MuteSounds is vrijdag en zaterdag op de Pier van Scheveningen. En dan het weer. Morgen is de zon af en toe te zien. Er kan wat motregen vallen, maar verder blijft het overwegend droog. Het wordt zo'n 11 à 12 graden. Donderdag blijft het wisselend bewolkt. De temperatuur is dan 12 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Het gemeentemuseum opent 's avonds haar deuren voor de bewoners van Eskamp. Met het stadsdelenproject worden bewoners per stadsdeel uitgenodigd om een gratis kijkje te nemen binnen de muren van het museumgebouw. Bezoekers kunnen niet alleen de topstukken uit het gemeentemuseum bekijken, maar ook verschillende workshops volgen. De Japanse tuin op landgoed Klingendaal is deze herfst weer even open. De bijzondere tuin vol zeldzame bomen en planten is kwetsbaar en daarom maar even een korte periode per jaar te bezoeken. Het pronkstuk van landgoed Klingendaal is van 10 tot 4 uur open. Tot zover het Haags TV-journaal van vandaag.
Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.